Bij het stembureau aan de Sint-Jorisstraat in Nijmegen kan sinds maandag gestemd worden. Daarnaast is er nog iets speciaals aan de hand, want bij dit stembureau kan als experiment gestemd worden met de zogenaamde stemmal en soundbox, die speciaal zijn ontworpen om het stemmen voor blinden en slechtzienden makkelijker te maken. Jan Troost vertelt hoe dit in zijn werk gaat. Normaal stemmen is natuurlijk heel moeilijk en daarom hebben ze deze mal gemaakt en daaronder ligt het gewoon stembiljet. En dat stembiljet, daar hebben ze in feite gaatjes boven gemaakt dat je met potlood dat in kan doen en je kunt dan zo met het potlood in het gaatje stoppen wat jij hebt. En het werkt met nummers en die nummers die hierboven staan, dat bijvoorbeeld bij 1, daar staat een bepaalde partij bij, bij 3 staat een bepaalde partij. En wil je, zal ik maar zeggen, ook nog op een bepaald persoon stemmen, dan moet je al die gaatjes gaan voelen. En als hulpmiddel heb je dan de box die hiernaast staat, om er ook te horen welke partij 1 is en welke partij 2. En dan moet je hem opvouwen en dat is natuurlijk wel een dingetje om goed opgevouwen te krijgen. Maar dat geldt voor iedereen, dus wat dat betreft is het gelijk voor iedereen. Heel simpel is het allemaal niet. Zelfs klaarmaken van het biljet zodat er met de mal gestemd kan worden is nog een flinke klus voor de vrijwilligers van het stembureau. Dat duurt nu nog een kwartier, maar met een wel heel bijzonder hulpmiddel moet dat makkelijker worden. Normaal is het zo dat de stembiljet, zo zeg, die krijg je mee en dan ga je hier het hokje in. Maar in dit geval wordt iedere keer het stembiljet door de mensen van het stembureau neergelegd. En ik zou je geheimje vertellen, ze gaan zo meteen een strijkmachine halen om ervoor te zorgen dat die er goed onder komt te liggen. Dus het gemeentelijke strijkijzer is nodig om de stemming goed te laten verlopen. Dat het nog om een experiment gaat is duidelijk en ook het installeren van de stemmal was geen gemakkelijke taak. Nee, we hebben afgelopen zondag nog behoorlijk zitten klungelen. Omdat zo'n tafel, die moet echt beschermd zijn, alle drie de kanten. Dat je niet kan zien wat je stemt, want dat is kiesgeheim. Maar hij past niet in het reguliere stemhokje. Dus we hebben echt hier wat moeten aanpassen. En we hadden geluk dat we een apart kamertje hadden. Want aan die kant zit matglas, waardoor je niet kan kijken. En aan die kant is die wel beschermd. Perfect is het nog niet, maar het is een stap in de goede richting volgens Troost. Voor één puntje heeft hij in elk geval al een oplossing in gedachten. Eigenlijk vind ik gewoon dat ze het hele stembiljet moeten omdraaien. Dat ze, om te zeggen, de lijsttrekker beneden staat. Want dat zou veel makkelijker zijn. Dan kun je ook veel makkelijker bij. Ik bedoel, als je ook naar de stembal kijkt, ja, dan zie je gewoon dat je echt een heel lange arm moet hebben om überhaupt erbij te kunnen. Ja. Nou, het is een probleempje, maar probleempjes moet je oplossen. Ja. En dat is ook de reden waarom wij 3 maart al hebben uitgetest, ook met mensen die blind en slechtziend zijn. In heel Gelderland zijn 6 van deze speciale stemhokjes ingericht. Dus zouden er misschien veel meer mensen op af kunnen komen. Iedereen die gebruik wil maken van de mal is van harte welkom. In principe mensen die blind en slechtziend zijn, maar ook andere mensen die het interessant vinden om het op deze manier te doen. Als je een stempas hebt, dan mag je hier stemmen. Ik bedoel, ik woon in Wijchen en ik heb wel even stempas gehaald om hier te kunnen stemmen natuurlijk. Ja, ik ben hier nou toevallig. Maar je hebt wel een stempas nodig. Het is gewoon een openbaar stemlokaal, alleen dit is wel specifiek voor blinden en slechtzienden ingericht.